Vandaag vieren we de vrijheid. Met heel veel zon, lekkere drankjes, goede muziek, maar vooral heel veel liefde. Maakt het vandaag extra speciaal dat Noorderliefde tegelijk valt met Bevrijdingsdag? Ja, stiekem wel. Op het begin dacht ik van, nou ja, het is gewoon een normale dag. Maar aan de andere kant, het doet toch iets met je. En alle artiesten refereerden er ook naar. Dus je hebt toch wel het extra gevoel van, wow, oké, we moeten toch even bij stilstaan. Dus dat was eigenlijk wel heel erg mooi. Zijn jullie vandaag voor een speciale artiest naar Noorderliefde gekomen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat heeft jullie dan hierheen gebracht? Gezelligheid. Ja, voor Splendid. Was wel echt superleuk. Die krijgen het publiek wel altijd los. Ja, heb je zelf een beetje meegedaan? Nou, ik was er net, dus laag pitje, maar wel een beetje. I can't sell my soul to the devil. I can't sell my soul. Maar regen laat zich niet sturen. Regen stuurt. Ik ben regendagen gaan waarderen. Regendagen brengen structuur. Hoe ben jij geïnspireerd geraakt met deze gesproken woorden? Dat is eigenlijk nadat ik een boek heb gelezen van Nelson Mandela. Long Way to Freedom. En hij wist zeg maar gedichten te schrijven die zeg maar twee betekenissen hadden. En die zeg maar op twee manieren geïnterpreteerd konden worden. En vanuit daaruit ben ik echt geïnspireerd geraakt en ben ik andere poëten, spoken word artists gaan volgen. En ben ik mijn eigen stijl een beetje gaan creëren. Voelen jullie een beetje vrij vandaag? Ja, absoluut. Ja, want we vrij van werk en de zon schijnt. Voelen jullie ook wel een beetje de liefde, of niet? Ja, ik voel altijd de liefde. Ja. Jij nou? Elke dag. Ja, liefde voor de zon, liefde voor elkaar. I love Leiden! I love Leiden!